We gaan een potje voetgolven en dat doen we vandaag met Moto Boonie en Hobie Verhulst. Mannen, heb je geoefend? Altijd. Jawel? Ja, natuurlijk. We hebben net getraind. Dus, hoe heb je dat voorbereid? Nou, niet per se op dit, maar we hebben vandaag getraind, dus we zijn warm. Ja, jij ook, man? Ja, ik heb hem hier getraind, moet ik zeggen, erop, maar ik heb wel vertrouwen in mezelf. Heb je een speciale tactiek? Nee, gewoon uitgeramde kwaliteit. Okay. In hoe vaak ga je het doen? Poeh! Hoe vaak, zeg het maar. 8 keer? 8 keer? Ja? Is dat veel weinig? Weinig, man. Ja, is weinig. Ja, weinig, is weinig. Hoor, denk ik. Oké, okay, wat zeg jij? 8, je moet helemaal zo. Ik ga voor 10 dan als je 8 zegt. De spelers starten aan de voorkant van het AFAS trainingscomplex en moeten langs het hoofdveld bij veld 5 terechtkomen. Wie de bal uiteindelijk als eerste in het achterste goal weet te schieten, wint het potje voetgolf. Spelers klaar, voetgolven maar. Nou, daar gaat hij. Kijk, dat was de bedoeling. Nee, niet achter de paaltje. Oh, dat is een mooi balletje, Mo. Dat is mooi, hè? Die is beter, Mo. Ja, hè? Ja. Ik lig in de put. Dit wordt je derde, Hobie. Dit wordt de derde, dit ja. Wordt de derde. Ja, je komt toch 2 meter verder. De put. Ja. Ik werk niet mee. Laat hem gaan, die bal. Nee. Het is een goede bal, man. Nou. Ja, die in de put. Dat is een goed balletje, man. Kom maar, vriend, doe maar. Je 5e, Hobie. Nou. Top. Alleen niet echt die paal. Ah. Hobie, kom maar. Dit wordt mijn 6e. Verloren, denk ik. Dat is een goede bal. Ai. Lekker. Ah, dat is mooi, Bo. Klaarleggen voor om er zo meteen weer door te gaan. Je bent nog in de race voor die 10. Ah. Oh, de wind. Nu krijg ik hem al erin. Ah. Lekker op deze schoen ook. Lekker naar het veldje. Oh! Ai. De beweging was goed. Het ligt Bo, gaan we nu risico nemen of gaan we geen risico nemen? Het ligt dicht bij elkaar, heren. Ai. Eindelijk. Mocht ook wel. Ja, ja. Nu moet je, Mo. Geeft hij hier de winst weg? Ik denk het wel. Geeft hij hier de winst weg? Dat zou kunnen. Ga je hem in 1 keer doen, Hobie? Tuurlijk. Jij bent de man met een goed schot. Tuurlijk. Allee, als assist... ik hem achter ga schieten, dan ben ik natuurlijk de lul. Maar ik weet die assist op Abu Klo tegen Sociedad. Ja. Later ook weer volgens mij tegen Celtic, had je er ook weer 1. Mist. Mo, je hebt een kans. Mo, je bent nog in de race. Ah, mooi lop. Die is mooi. Ja. Oh! Nee. Mo moet scoren. Ja. Nou, gelijkspel, dat is het dan. Gelijkspel, Mo. Jij zei 8. Zei je toch? Ik zei 8, ja. Je zei 8. Hoeveel zijn het er geworden? 13. Mo? Ik zei 10. Ja. Dat was zeker wel haalbaar. Ja. Ik heb het ding daar weggegeven. Ja, ik begon goed. Hij moest daar tussendoor en dat lukte niet. Ik begon goed, maar daarna had ik het een beetje weggegeven. Ja. En daarna een beetje goed herpakt, maar
Die is wel haalbaar. Doe even een geluidje, dan komt het in het klassement nu in beeld. Doe even pling of zo. Pling, dus pling. Oh. Ploep, ploep. Ja. Hobie, 13. Wat was dat? Jij? Dus. Oh, dat is geen geluidje. Dat is gewoon een pling of zo. Pling. Ja, ook 13. Staat nu in het klassement. En nu staat er 1 en gedeeld eerste plaats. Jullie zijn nu gewoon gedeeld eerste plaats. Nou ja. Ik zou zeggen, ga het vieren. Ik denk dat het niet voor lang is. Voor lang is, maar we gaan het zien.